Ja, van harte welkom dames en heren. Daar zijn we weer. Exclusive Swiss Cars. Jeroentje Post weer vandaag. Uit een hele mooie bolide. En vandaag mogen we namelijk weer vertoeven in een Porsche Cayenne GTS. Een lekkere GTS. Nou, wat kun je over deze auto vertellen? Tweede generatie Porsche Cayenne. En de GTS was zeg maar het antwoord, want er was een gat tussen de Cayenne S en de Cayenne Turbo. Dat was dan 380 pk, de Turbo had dan 500, maar er zat niks tussen. Nou, toen hebben ze bedacht, weet je, dan doen we een GTS model erin. Ja, een GTS is dan 405 pk, maar ja, niet alleen dat, maar je kan ook zien bij deze tweede generatie waarin er een facelift zit. Je kan het zien aan wat grovere grill, hij heeft wat meer van de buitenkant, is wat robuuster. Het is allemaal net even iets aanwezig, het is net even iets meer over de top en dan gewoon lekker. Ja, nou ja, goed hè, GTS aan de buitenkant zie je het dan alle. Het lijkt toch een beetje op een turbo, maar dan zie je toch wel wat iets extra dingen. Spoilertje op de achterkant, je ziet natuurlijk de GTS velgen. Nou, die zijn in dit geval mooi zwart gemaakt met een zilver randje weer, rode remklauwen. Ja, wat heb je nog meer? Nou ja, kijk maar van binnen. Hè, het Alcantara dakhemel, dan heb je ook Alcantara accenten in de stoelen. Dan hebben we ook nog het carbonpakket binnenin, van het stuur tot aan de pook, tot aan de zijkanten. Ja, weet je, er is wel echt met liefde, is volgens mij het hele boekje aangestipt. Nou, dan hebben we nog het entertainment systeem voor de kids achterin. Is ook niet geheel onbelangrijk. Zet die koptelefoon op en je kan gewoon tot de Côte d'Azur doorrijden zonder dat je last van ze hebt, behalve als ze moeten plassen. En verder, ja, jongens, een GTS is een GTS. En dan rij je ook als een GTS, want dan denk je van ja, ik kan wel alleen maar hard rijden, maar dat hoeft niet altijd. Je kunt ook gewoon lekker toeren, lekker cruisen. En dan zie je toch maar weer van jongens, zo'n Cayenne, ook al is het tweede generatie, het is helemaal niet oud of zo, weet je. Het is echt gewoon sportief, het ziet er mooi uit. En een echte auto die hebben denkt, hé, wat rijdt daar? Potverdikkerd, het is gewoon een Cayenne GTS. Nou ja, dat is wel het mooie van dit natuurlijk. Ja, en als je dan toch weer van binnen kijkt, het is toch weer Porsche, hè? Het rijdt allemaal weer lekker, de stoelen zitten goed. En het is allemaal wel weer dat je toch wel weer een klein beetje op stand ook weer rijdt. Maar toch ook wel weer met een sportief smaakje. Dus wat dat er gaat, de Cayenne GTS, prachtige auto. En over een paar jaar is het zelfs youngtimer. Wat je daarvan? Is ook lekker. Ja, en bekend om de GTS is natuurlijk niet alleen dat het van buiten en van binnen, zeg maar, optisch mooier eruit ziet. Nee, het is ook die lekkere 4,8 V8 roffel die erin hoort. En dat gaat ook weer lekker van zijn plek. Dat maakt het allemaal weer net even wat, toch wat spannender. En dat is natuurlijk wel vaker een GTS-model. Het behoudt ook zijn waarde supergoed. GTS-modellen zijn nog steeds heel populair. En ook de liefhebber vindt dat altijd weer, oh lekker, een GTS. Dat maakt het ook wel weer heel fijn. Nou, deze auto voor de rest, een Zwitserse auto, eerste eigenaar, 91.000 kilometer. Nou, je ziet het, dat is niet veel. En als je ook van binnen kijkt, ja, het is ook nog hartstikke nieuw allemaal. Jongens, deze jongen is echt heel dik aangevinkt in het boekje. Ja, en dat is toch wel weer fijn, want ja, het leven is toch anders met een V8. En dat is zeker ook in deze Cayenne GTS. Ja, en dan hoor ik je denken, Jeroen, kan je alsjeblieft opschieten met de beauty shots? Maar natuurlijk, dat doen we gewoon. Hier zijn de beauty shots. De Cayenne GTS. Het was het antwoord tussen de Cayenne S en de Turbo. En kijk wat een prachtige auto eruit gekomen is. En je ziet het ook bij de andere modellen. Hè? De GTS is gewoon populair. Ook omdat het geluid net even anders is. Het maakt het net even lekkerder. En het is gewoon een hele mooie, fijne auto. Dus dat is ook prachtig.
Maar als jij nou denkt, ik wil nog andere auto's ook even bekijken bij onze website, dan kan dat. Doe dat even via www.exclusiveswisscars.nl. En vergeet niet te liken, te subscriben en laat even een comment achter. Of kom even met een idee voor een auto die we ook een keer voor je kunnen gaan doen. Geen probleem. Ik zeg een hele fijne zondag en graag tot de volgende keer. Hoi!